Wij besluiten het binnenlands nieuws met de weersverwachting van de Meteorologische Dienst Suriname. Die geldt voor 24 uur vanaf vanavond 19:30. In de ochtend is er in het kustgebied kans op enkele lichte buien. Tegen het einde van de nacht kan er vooral in bosrijke gebieden nevel of mist ontstaan. Morgen blijft het in het oostelijke deel van het kustgebied overwegend droog en zonnig. In het westelijk deel van het land en het noordelijke binnenland kunnen echter lichte tot matige onweersbuien voorkomen. De Meteorologische Dienst waarschuwt dat er kans is op plaatselijke tot matige onweersbuien in het westelijk deel van het land en het noordelijke binnenland.